De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen
als de avond valt. Zoveel zorgen, zoveel angst en pijn in en om ons heen. En toch willen wij deze dag beginnen met een loflied, met het benoemen van al die redenen tot dankbaarheid. Omdat wij ons ook nu mogen toevertrouwen aan de kracht en hulp van onze God. Hem zoeken wij in de stilte van dit moment. En wij spreken uit dat wij onze hulp verwachten van onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik mag u allen groeten in de naam van onze Vader, die ons bij namen kent en die al onze namen in zijn handpalm heeft gegrift. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U leert mij lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. U vraagt mij alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. De diepste zee is vol genade. Uw sterke hand die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt u niet, want uw trouw houdt stand. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De coronacrisis houdt ons allen stevig in de greep. Misschien moet ik zelfs wel zeggen in de wurggreep. Het aantal besmettingen loopt nog steeds op, al lijkt het er wel op dat dat iets minder snel gaat dan een week geleden. Elke dag horen we getallen genoemd worden, cijfers die aangeven hoeveel zieken in het ziekenhuis zijn opgenomen, hoeveel personen op de IC zijn terechtgekomen, hoeveel plek daar nog is of juist niet. En elke dag weer horen wij hoeveel slachtoffers het virus heeft geëist, niet alleen hier in Nederland, maar ook op zoveel andere plaatsen in deze wereld. Het is alsof er een verstikkende deken over onze samenleving is neergedaald. Een deken die loodzwaar aanvoelt en waaraan geen ontkomen is. We voelen het gewicht van de angst. Zal het eigen leven en dat van dierbaren ook geraakt worden door het virus? En hoe lang zal dit allemaal zo doorgaan? Ook is daar de machteloosheid. Je wilt zo graag helpen, maar je kunt zo weinig. Je hebt de behoefte om een arm om de ander heen te slaan, omdat hij of zij dat zo nodig heeft. Maar dat is niet mogelijk. Je voelt je machteloos omdat je je werk niet kunt doen. Omdat je thuis zit, noodgedwongen en van een afstand moet toekijken hoe anderen zich een slag in de ronde werken om in ziekenhuizen en zorginstellingen klaar te staan voor diegenen die de hulp en de zorg zo hard nodig hebben. En natuurlijk is er ontzettend veel verdriet om de dierbaren die je niet mag bezoeken. Je partner die in een zorgcentrum is opgenomen. Je oude vader, je zieke moeder, je kind dat in een instelling woont en dat niet begrijpt waarom jij niet kunt komen om een troostende arm om hem of haar heen te slaan. Verdriet om het aantal doden dat maar op blijft lopen. Verdriet om de velen die zo ontzettend ziek zijn geworden. Verdriet om al die andere ziekten die ook nog gewoon hun slachtoffers blijven opeisen. Verdriet om je levenswerk, dat je ineens in elkaar ziet storten. Jarenlang heb je hard gewerkt om je eigen zaak, je eigen bedrijf of winkel op te bouwen. En nu moet je met ledenogen aanzien hoe steen voor steen je hele hebben en houden wordt afgebroken. En waar al die emoties om voorrang strijden, worden lontjes korter en lopen irritaties op. Onbegrip over maatregelen die worden aangescherpt en verlengd. Maatregelen die door sommigen als overtrokken worden ervaren en vooral als niet van toepassing op de eigen persoon. Begrijpelijkerwijs lokken deze reacties weer irritatie uit bij vele anderen die maar al te goed de noodzaak van deze maatregelen wel aanvoelen. Deze verstikkende deken weegt loodzwaar. En maakt dat wij ons afvragen, is er nog toekomst mogelijk? Met die vraag worstelen de twee zussen Martha en Maria ook. Hun broer Lazarus is ernstig ziek. Wat hem ziek maakt is niet bekend en dat doet er eigenlijk ook niet toe. Is er voor hem nog toekomst mogelijk? Hoopvol sturen zij een bericht aan Jezus, hun vriend, een bericht dat Lazarus ziek is. Laten we gaan luisteren naar wat er dan allemaal gebeurt. We lezen Johannes 11, de versen 1 tot en met 4 en de versen 17 tot en met 44. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen
om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging zij hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging zij terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: de Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden. Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat zij zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. Hoe herkenbaar is het verdriet van de twee zussen? Hun dierbare broer is er niet meer. We kunnen ons voorstellen hoe zij gebroken rouwen om hun dierbare. Ze hebben afscheid van hem moeten nemen en hem naar zijn laatste rustplaats moeten brengen. Dat beeld roept hier en nu de afschuwelijke beelden uit Italië in herinnering, waar de stroom van doden zo groot is dat families niet eens persoonlijk afscheid kunnen nemen van hun dierbare overledene en hem of haar niet eens zelf naar het graf kunnen begeleiden. Onvoorstelbare taferelen. Hoe groot en herkenbaar het verdriet van de zussen ook is en hoe wonderlijk het ook is wat er met Lazarus gebeurt, vandaag richten wij onze aandacht met name op Jezus. Op iets wat hij zegt en iets wat hij doet. Als hij namelijk bij het graf van zijn goede vriend aankomt, doet Jezus iets wat wij misschien niet direct van hem verwachten. Vers 35 vertelt ons: Jezus huilt. Dit vers is het kortste vers in de Bijbel. Een vers dat ons laat zien hoe Jezus niet boven menselijk verdriet verheven is. Hij wordt geraakt door het verdriet van de zussen, van de mensen om hen heen. Hij voelt hun pijn, hun wanhoop. Hun lijden wordt zijn lijden. En hij huilt.
Ook vandaag, hier en nu, huilt hij. Hij huilt om deze wereld waarin meer gehuil klinkt dan gelach. Hij huilt om het lijden van zovelen. Niet alleen het lijden door corona van ontelbaar velen, maar ook het lijden van hen die ongeneeslijk ziek zijn. Het lijden van de ontelbaren die geveld zijn door het eenzaamheidsvirus. Hij huilt mee met kinderen die thuis niet veilig zijn. En de aanblik van deze wereld die eens door zijn vader als een prachtige tuin in het leven is geroepen, maar die nu leeggeroofd en uitgebuit wordt, ook die aanblik doet hem de tranen in de ogen springen. En Jezus huilt, ondanks dat hij weet wat er straks in de naam van zijn vader zal gebeuren. Hoe reageerde hij ook alweer op het bericht dat zijn vriend ziek was? Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus zegt dat het hier om de eer van God gaat, om zijn heerlijkheid. Het verloop van de ziekte van Lazarus zal iets van die heerlijkheid openbaren. Wanneer wij het woord eer of heerlijkheid in de Bijbel zien staan, moeten we denken aan dat wat iemand gewichtig, belangrijk maakt. Dat waar jij gewicht aan hangt, wat je belangrijk vindt, de moeite waard. God zal deze ziekte aangrijpen om iets van zichzelf te laten zien, om zich te openbaren, zoals dat in Bijbeltaal heet. De dood zal niet het laatste woord hebben, maar God. In wat er gaat gebeuren, zullen wij hem nog beter leren kennen. En wij? Wij mogen hier samen met de omstanders getuigen van worden en gewicht hangen aan wat God hier doet. Wij zullen God eren, hem hoog houden. Moest Lazarus dan ziek worden en sterven, opdat God iets van zichzelf kon laten zien? Als dat zo was, dan hadden we het antwoord gevonden op de vraag naar de zin van het lijden. Maar nee, God strooit niet in het rond met ziekte, lijden, verdriet, tegenslag en dood, opdat hij maar kan laten zien hoe geweldig hij is. Hij is niet die harde zakenman die uit een hartverscheurende situatie zelf een financieel slaatje wil slaan. Of de meedogenloze politicus die stemmen wil winnen in tijden van angst en wanhoop. Want wat zien wij Jezus, Zoon van God, beeld van de Vader, doen daarbij het graf van Lazarus? Hij huilt. Hier is geen sprake van een meedogenloze, harde, koude mensenzoon, maar van een bewogen, meelijdende Zoon van God. Zeker, hij weet wat straks de uitkomst zal zijn. Lazarus zal uit het graf weer in het leven worden geroepen. Ja, dat weet hij. Maar in het hier en nu van verdriet en wanhoop staat hij daar niet onverschrokken als een koude kikker. Nee, zijn hart breekt. De tranen stromen hem over de wangen. Dit lijden is niet wat God voor zijn mensenkinderen wil. Ook het lijden dat de coronacrisis aanricht is niet wat God voor zijn kinderen in gedachten heeft. De last van die verstikkende deken over ons heen, dat heeft God niet voor ons bedacht. De hartverscheurende taferelen die dagelijks via de media bij ons binnenkomen, die zijn niet aan Gods creatieve brein ontsproten. Nee, dit kwaad komt voort uit de chaos die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze wereld. Deel uitmaakt van het leven van de mens. De chaos die wij vaak zelf nog veel groter maken door ons verlangen naar meer op nummer 1 te zetten en de ogen te sluiten voor de nood van onze medemens en van deze schepping. Jezus huilt. Ja, hij huilt. Hij kan het verdriet van de zussen niet aanzien. Hij heeft genoeg van de macht van de dood. Hij huilt en besluit, nu is de dood genoeg eer aangedaan. God zal alle eer krijgen. Zijn licht zal opgaan over al wat doods en duister is. Ook in ons hier en nu zal er een moment aanbreken waarop het kwaad, het virus, genoeg eer aangedaan zal zijn. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, daar zien we om ons heen al iets van gebeuren. De natuur die weer opademt. Door de verminderde vervuiling,
omdat mensen thuis werken en er geen vliegtuigen vol vakantiegangers meer afreizen. De saamhorigheid die toeneemt doordat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Creativiteit die wordt uitgedaagd om manieren te vinden om elkaar toch tot steun te zijn. Liefde die weer aan alle kanten opvlamt, waar mensen zich zorgzaam inzetten voor de ander. Al die positieve initiatieven en ontwikkelingen doen God de eer aan. Zijn keuze voor het leven daagt ons uit om ons niet gewonnen te geven in de strijd van vandaag. Zijn hartverwarmende liefde voor alles wat hij in het leven heeft geroepen, steekt ons een hart onder de riem en verzekert ons. Dwars door het lijden van vandaag heen zal het straks weer Pasen worden. Amen. Wij willen vandaag voorbeden doen voor de heer Jan Hoekman van de Freesiastraat nummer 34. Hij verblijft in het Scheperziekenhuis in Emmen. En samen met zijn vrouw maakt hij een moeilijke tijd door. Zeker nu iedereen ook op afstand moet blijven en er niet lichamelijk voor hen kan zijn. We willen hen opdragen aan de zorg voor onze Heer. Laten we samen gaan danken en bidden. Trouwe God en Vader, wat een prachtige zekerheid. Jezus, uw Zoon is onze vriend. Een vriend die zich laat raken door ons lijden. Zoals hij daar bij het graf van Lazarus zijn tranen de vrije loop liet. En het verdriet van de omstanders door zich heen liet gaan.
Een vriend die niet ver verheven is boven alles wat wij mensen meemaken, maar die oog heeft voor wat ons dreigt te verstikken in het hier en nu. Dank u, eeuwige Vader, dat Hij daarin uw beeld in deze wereld mag zijn en door zijn woorden en werken uw naam groot mag maken en u de eer brengen die u toekomt. En wij bidden u dat ook wij daaraan mogen werken, dat door onze woorden en daden uw liefde en genade zichtbaar zijn, juist nu, in een tijd die zo donker en koud voelt, ondanks het lentezonnetje dat ons buiten vriendelijk toelacht. Versterk onze harten, dat wij niet in machteloosheid en angst neerzinken, maar met onze voeten stevig op het fundament van uw Zoon staan en durven opstaan voor ieder die dat zo nodig heeft. Wij bidden u, Heer, om uw zegen voor allen die in deze moeilijke tijd proberen onze samenleving te sturen en te begeleiden. Dat is geen eenvoudige taak. En omdat ook zij slechts mensen zijn, bidden wij u of u hen wilt vullen met uw wijsheid en geduld, opdat zij beslissingen kunnen nemen die het welzijn van ons allen op het oog hebben. Zo bidden wij u ook voor elkaar, dat wij het gezonde verstand hebben om maatregelen op te volgen. Niet eens misschien om onszelf te beschermen, maar dan wel uit bescherming voor anderen. Herder van mensen, wij bidden u voor allen die werken in de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus. Zegen het werk van hun handen. Geef hen een hart dat klopt voor de mens die zij ontmoeten. Dat ze voldoende rust krijgen om ook zelf recht overeind te kunnen blijven staan, samen met allen die hen dierbaar zijn. Wij bidden u voor alle zieken, voor de vele coronaslachtoffers en voor de velen die lijden onder andere ziekten. In het bijzonder bidden wij u voor Jan Hoekman. Vouw uw handen liefdevol en beschermend om hem en zijn vrouw Ali heen. Wees hen tot steun in deze spannende en moeizame tijd. Dat zij uw kracht ieder moment van de dag mogen ervaren en weten dat u hen wilt dragen door deze donkere tijd heen. Zo, Heer, zijn er nog zoveel mensen en situaties meer die ons na aan het hart liggen. Voor hen allen steken wij een licht aan. Wilt u het licht zijn in hun leven? Zo danken en bidden wij u, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Om de verbondenheid met elkaar als gemeente te blijven ervaren en elkaar als gemeenteleden toch een beetje te blijven zien, proberen we iedere zondag één of meer gemeenteleden een bijdrage te laten leveren aan deze viering. Voor vandaag heb ik Daphne, Anieke en Nienke Bouma gevraagd om het lied Ik wens jou van Trinity te zingen. Dit doen ze in hun eigen woonkamer, onder begeleiding van hun vader Andries en van Richard Duinkerken. Woorden die wij allemaal ter harte mogen nemen. Ik wens jou. Kinderen om je heen tot aan het
op het naast als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. Ja, ik wens jou een muur voor de wind en een vuur voor de kou. Een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. En bovenal de zegen van God in jouw hart en in jouw huis. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.